Ik kom u waarschuwen voor een dreigende rattenplaag. Ah, ratten. Ja, grote, groene ratten. Groene ratten, ja, zegt u. Zeer zeldzaam en zeer gevaarlijk. Eén beet van de groene rat en u bent dood. Ja, en wat moeten wij eraan doen? U moet bellen naar dit nummer. ANA, gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Het is van levensbelang dat u zelf niet probeert de ratten te vangen. De commissaris is nog stommer dan ik dacht. Ons plan gaat lukken. Morgen zijn we nog een beetje rijker. Ze zaten ineens op de zetel. Oh. Wie? Ratten. Grote groene ratten. Mieke, Toby, gaan jullie die ratjes even vangen. En breng dan onze pyjama mee. Want ik ga vandaag niet meer naar huis. Ze zijn hier! Wie, wat? Ze zijn hier! De pers! De pers. De groene ratten, daar zijn ze! Oh! Mogen, daar moet je toch niet bang voor zijn? Hallo? Commissaris Migraine hier. Ja, we zijn er meteen, geen probleem. ANA bestrijdingsdienst, je hebt gebeld voor de groene ratten. Ja, daar zitten ze, ja. Ja, 1, 2, dat is dan €2.500, alstublieft. €2.500? Dat kan ik niet betalen. Oké, tot ziens. Dank u wel. Tot een volgende keer. Emiel, betaal. Betaal. Even tekenen op de stiplijn, alsjeblieft. Stiplijn. Zo. Ja, dank u wel. Meneer, kunt u bij ons thuis ook eens langs gaan? Heeft u thuis ook groene ratten? Ja, twee kleintjes. Ik zou ze zelf pakken. Nee, dat is dan €2.500 even tekenen. Mieke, met Toby. Ik heb het haar van die ratten onder de microscoop gelegd, hè. Die zijn niet echt groen. Het is groene verf. Groene verf. Dat klopt, Toby. Zeg, waar ben jij En wat gaan we nu doen? We gaan nu naar Hotel de Zon. Het zit er vol met rijke toeristen. En die houden niet van ratten. En zeker niet van groene ratten. Oh, ik vind het leuk. Leuk. Wat is dat? Wat? Ik hoor iets in de rat eruit. Ik dacht echt dat ik iets hoorde. U zult die verfpotten hebben gehoord. Hotel de Zon. Hier komen alleen de superrijken. Nou, ik vind het leuk. Geen paniek! ANA Bestrijdingsdienst, wat kan ik voor u doen?
Groene ratten, het zit hier vol. U heeft geluk. Groene ratten zijn onze specialiteit. We kunnen ze meenemen. Ja, doe dat dan. €2.500. Per rat. Dat is wel erg veel geld. Ah, spijtig. Nee, oké, goed. Doe maar. Hier wordt niets getekend. Wie ben jij? Ik ben Megamindy. En jullie zijn bedriegers. En als er iets is waar Megamindy niet tegen kan, dan zijn het bedriegers. Wil je nog meer van Megamindy bekijken? Abonneer je dan snel en bovendien helemaal gratis op het Megamindy YouTube-kanaal. Zo mis je geen enkele nieuwe video.